Ellen? Ja? Wat zei iemand nou hier vanochtend? Iemand zei iets met de onderwaterbubbels. Wat zeiden ze nou ervan? Dat ze weg moesten, toch? Ja, zo, die kan ik er wel even afhalen. Zo. Ja. Dat heeft ze gelukkig niet gedaan. Ik denk dat zij veronderstelde, weet ik eigenlijk, omdat ik met dat wit bezig was, dat ik gewoon door het wit had laten vallen. En het gebaar met dat handje. Oh ja. Schoon, het moet schoon. Ja. En wat was jouw reactie? Nou, precies. Hoe kan ik zeggen? Ja. Ik kan moeilijk zeggen afblijven. Hallo. Bent u Ellen? Ja. Leuk. We vroegen een beurman, die heette Goldman. Ja, we vroegen een buurman, die heette Goldman. Weet u daarvoor dan? Hoe heet de Goldman? Mama, is dat nou van Els? Het is allemaal van Els. Ja, hè? Ja, ik heb het neergezet. En dit is dan een tulpenvaas. Ja, ik weet het. Ja, zoals bij jou thuis? Ja. Ellen, wil je wat van je emaai laten zien? Kan je wat van die emaai laten zien? Ik wil je best wat van mijn emaai laten zien, maar dat staat er toch? De bedoeling is dat je er iets over vertelt. Oh! Ja. Ja. Dus een beetje een soort van inleidende, insinuerende vraag was dat. Hoe maak je dit? Nou, dat is dus sowieso geen emaai. Nee, maar hier toch? Dat is glas gewoon alleen. Emaai, dat is een glaspoeier. Ja? Dat je heel fijn vermaalt. Mm-hmm. En dat leg je op een stuk metaal, dat je heel goed schoon moet maken. Ja? Dan spreekt het er zo af. En dan smelt het samen op een hoge temperatuur. Ongeveer 780 graden is er een moment dat het bij elkaar smelt. Zijn er ook momenten dat je niet weet wat eruit gaat komen? Dat het zijn eigen leven gaat leiden? Voor mij niet meer, omdat ik begonnen ben met inberen toen ik een jaar of 40 was en ik ben nu 83. Dat zijn geen geheimen meer. En ik doe het iedere dag, dus zo langzamerhand weet ik wel wanneer ik iedere dag in de moeilijkheden kom. Kan je ook een dag niet zonder? Ik kan wel zonder, maar ik doe het meestal als ik thuis ben. Ja. Als je aan de televisie gaat kijken, ga ik even hier. Ja. Dat is ook een soort televisie, hè? Het is ook een soort televisie. Je zet hem aan en er ontstaat iets. Nou, bij televisie hoef je alleen maar een knop op te draaien. En je hoog gaat je eigen knop om. Ja, nee, maar dat is toch ook een knop? Je zet even je inspiratieknop aan. Nou, die is trouwens altijd aan, hè? Inspiratieknop.